Come on. Four arms. Come on. Yeah. Good job. Deze varkens die worden straks geslacht. Ze zijn eerst gekeurd door een dierenarts voor de levende keuring. Kijken of ze goed gezond zijn. Deze varkens die heb ik van mijn broer. Die heeft een klein bedrijf. Zijn eigenlijk nog wel natuurvarkens. Liggen nog op stro. Ik krijg elke week slacht ik ongeveer 25 varkens. Een groot gedeelte voor mezelf, ook nog wat voor collega's slacht ik nog. Dus maandag is het onze slachtdag. En dinsdag is, wordt het verwerkt voor worst. De carbonaatjes en al het verdere wat we ervan maken. Met deze tang worden de varkens bedwelmd. Hier gaat er vrij veel amperes door. Die krijgen ze op hun hoofd, één op het oog, ander achter de oor. Ze zijn dan niet in één keer dood. De doodgaan wordt gebeurd doordat ze verbloeden. We snijden de slagaders door en dan loopt het bloed te snel af. En dan zijn ze binnen een minuut zijn ze ook wel dood. Daarna komen ze in een, worden ze opgetakeld en dan komen ze in een broeibak. Er zitten allemaal krappers op die het haar en het bovenste opperhuidje van het varken krappen. Dan komt die mooi redelijk schoon eruit en er zitten nog wat haartjes aan en die snijden we later met het mes eraf. Als ze uit deze machine komen, dan worden ze weer opgetakeld en komen ze op de slagbaan te hangen. En dan worden ze verder bewerkt en gebrand. Na het branden worden de varkens, komt het darmpakket wordt uit het varken gehaald. Als dat verwijderd is, dan worden de varkens doormidden gehakt en daarna worden ze gewogen. Dan is het varken klaar en dan komt het in de koeling. De ambachtelijke slager die zelf slacht, het is een uitstervend beroep. Ja. Het komt steeds minder voor en dat ligt dan vooral aan de hoge kosten die ermee verbonden zijn. De keuringskosten, ook en vooral de inrichting en milieuaspect speelt natuurlijk ook een rol mee. Dus het is vrij arbeidsintensief. En nou, daarom zijn er eigenlijk maar heel weinig meer over in de provincie Groningen. Wat maakt dat zo mooi, het slaagsvak? Ja, het is toch een heel mooi beroep en er wordt wel eens gedacht van vies of wat en zo. Ja, iedereen heeft natuurlijk wat mindere kanten, maar het is ook een heel mooi beroep. Het zelf het worst maken en een mooi eindproduct krijgen en nou, trots op zijn dat je een mooi product maakt zo. En dat vind ik heel mooi zo.